Deze uitzending is mede mogelijk gemaakt door Bazaar Online. Voor al je verlichting, woondecoratie, meubels en keukenaccessoires. Met de kortingscode SALAH10 ontvang je 10% korting op het gehele assortiment. Ga snel naar de website www.bazaaronline.nl. Deze uitzending is verder mede mogelijk gemaakt door Zaalverhuur Aras. Voor al uw feesten en trouwerijen. Voor meer informatie kijk je op www.zaalverhuuraras.nl. Geloof jij dan echt dat we van de apen afstammen dan? Natuurlijk. Echt waar? Echt waar, geloof je dat niet? Nee, tuurlijk niet, man. Wij hoeven niet gered te worden van de moslims in Nederland. Helemaal niet. Ja, ik wil niet dood. Jij? Wil jij dood? In deze nieuwe serie spreek ik met bekende en minder bekende mensen over God, de dood en het hiernamaals. Vandaag is mijn gast Kees van de Spek. Kees is voornamelijk bekend geworden met het populaire programma Oplichters in het Buitenland. Kees is een spraakmakend persoon op tv. Maar hoe denkt hij over de wat zwaardere thema's van het leven, als de dood, God en religie? Kortom, een hoop te bespreken. Ik heb tijdens de coronaperiode heb ik vaak jou opgelicht in het buitenland. Mijn minuten mee gedood. Goed zo. Dat was echt zo'n... Je hebt ze zelf niet geüpload, hè? Nee, ze staan op YouTube en dat heeft SBS6 volgens mij gedaan. Ik ben niet meer bij SBS6, ik maak nu een ander programma. Ja, ja, ja. En Oplichters in het Buitenland is een beetje geweest... Dat is het niet meer nu? Nou, het is nu Oplichters aangepakt. Okay. Maar Oplichters in het Buitenland is vooral toerismeoplichting. En ja, ik ben natuurlijk een beetje... Ik heb een beetje in mijn eigen voet geschoten. Ik word overal herkend. Maar ook, doe je hier in Nederland? Nee, maar als ik naar een stad ga, als ik nu door Bangkok ga lopen... Mm-hmm. Of Marrakesh of wat dan ook... Dan zijn er zoveel Nederlanders die daar ook lopen die mij allemaal kennen. Oh. Die willen met me op de foto kijken wat ik doe. Het wordt echt een lastig ding. Je bent geen toerist meer? Nee, nou ja... Nee. Nee. En dan kun je niet gewoon stom overal inlopen als je dat maar met iemand op de foto moet. Ik snap het. Dan zien de mensen om je heen, die zien, hé, dat is een, wie is dat? Dat is heel raar. Dat is heel raar, ja. Dat is heel raar. Dus ik doe nu meer internetoplichting. En zo nu en dan naar een exotische plek misschien nog een keer dat, een toerist. Dat pak je mee gewoon. Ja. Wie is Kees van de Spek? Kun je kort iets vertellen over je achtergrond? Ik ben een internationale jongen. Ja. Ik heb mijn leven op heel veel plekken gewoond. Mm-hmm. Ik heb 26 verhuizingen achter de kiezer, uh-huh. In 5 verschillende landen. Uh-huh. Ik ben een avonturier en ik ben eigenlijk het meest een regisseur. Als ik jou zie in het buitenland, jij bent niet de typische Nederlander die ik gemiddeld ken. Nee. Je bent wel een aparte. Nee, maar kijk, ik vind, ten eerste vind ik, ik hou van het buitenland. Ja. Daar geniet ik van. Dat komt door mijn jeugd. En ik ben opgevoed. Je moet gewoon overal inspringen en erheen gaan en maar kijken of het lukt. En omdat ik in zoveel landen ben geweest, ja. En ik spreek een beetje mijn talen, ik kan een beetje Frans, ik kan een beetje Surinaams. Ik voel me enorm op mijn gemak als ik in een ver land het vliegtuig uitstap en die warmte op me voel. Ik zie een berg in de verte, mensen praten een andere taal. Ja. En daar word ik helemaal gelukkig van. Maar je bent niet de gemiddelde Nederlandse gast, toch? Eerlijk. Ik bedoel... Nee, dat denk ik niet. Maar weet je wat eigenlijk de allergrootste les is van reizen? Ja. En dat klinkt een beetje zijig en slap. Maar eigenlijk maakt het geen zak uit waar je bent. Het komt op hetzelfde neer. Overal klootzakken, overal leuke mensen. Het maakt niet uit. Ik denk als jij in Assen loopt, dat je ook hartverwarmend ontvangen kunt worden. Ja, ja. Net als dat je in Oenje in Turkije loopt, of in Marrakesh, of waar, dat maakt niet uit. Klopt, maar bij jou herken ik wel soms een beetje iets wat ik herken in mijn eigen cultuur, is dat je soms bepaalde angst niet hebt. En denk ik, hé, ik zie een soort van Marokkaan-achtig in Kees. Nee, dat, eerlijk gezegd, herken ik bij heel veel andere Nederlanders niet. Die spelen alles op safe, die willen alles reisverzekeringetje, alles moet netjes. Ik haat verzekeren. ik haat het. Ik haat verzekeringen. Maar als jij in Duitsland bent en je gaat in een of andere ghetto in of je gaat in een of andere Afrikaans... Dat vind ik leuk. Ja. Dan voel ik echt geen angst. Wat mij wel opvalt, misschien zie ik het helemaal verkeerd hoor. En misschien is dat mijn sarcastisch slechte ik die denkt. Maar het feit dat jij blank bent in derde wereldlanden maakt het iets makkelijker voor je als het gaat om de overheid en het land zelf. Klopt, dat denk ik wel, ja. Want je hebt natuurlijk geld. En vaak als je bij de... Naar de overheid heb ik vaak niet mee te maken, expres niet. Lokale naar de politie bijvoorbeeld, ja. Ik ga gewoon naar de politie toe in Nigeria. Ik zeg, joh, luister, ik ben hier op vakantie. Alsof je daar op vakantie gaat. Ja. ik heb gehoord dat mijn tante... ik heb ontdekt dat mijn tante is opgelicht door iemand die hier woont. En wij hebben een technisch foefje. Ja. Ik heb ontdekt wie het is, ga je mee? Dan gaan ze gelijk mee. Dan gaan ze mee en dan zeggen ze, moet je wel voor 100 euro benzinegeld betalen? Geen probleem. Doe ik. Ja.
Je vertelde in een interview dat je volgens mij christelijk bent opgevoed of evangelisch bent opgevoed, klopt dat? Nee, protestant. Protestant. Ja, normaal protestant. Maar omdat je ouders die reizen door heel de wereld, dat was, waren dat evangelisten? Of nee, het... helemaal niet. Nee hoor. Oh. Mijn vader die werkte voor het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking als econoom. Oh. Dus die werd gewoon uitgezonden om bijvoorbeeld in Suriname een project te doen. In Afrika hebben we ook gewoon, daarna tot mijn 17 in Bujumbura en Burundi. Ja, daar moest hij een lokaal bedrijf oprichten om huizen te bouwen voor een bepaalde klasse in de bevolking. En dat deed hij dan. Okay. Dat is ontwikkelingswerk. Oh, okay. Dus het was, ik dacht dat je hele praktiserende christelijke ouders had. Ja, heb ik wel hoor. Maar heb je wel? Jawel. Ja. Maar wel vanuit hun drive. Wat mijn ouders bijvoorbeeld altijd doen. En dat vind ik wel een goed ding. Ik ben niet dat ik elke week naar de kerk ga en zo. Geloof je nog in God? Ja. Ik denk dat er wel een God is. Geloof jij in God? Ja, zeker. Ja. En is dat een twijfel in je stem? Nee, dat geloof ik wel. Maar ik ben niet zo streng als mijn ouders. Maar wat ik wilde zeggen, kijk, mijn ouders zijn vanuit hun geloof. Mm-hmm. Hebben ze bijvoorbeeld hun hele leven lang 1/10 van hun inkomen weggegeven aan de armen. Dat is een van de geboden van Mozes, toch? Ja, dat zal jij misschien wel herkennen. Ja. En als iedereen dat in de wereld deed, was er geen armoede meer. Dat was de zakat, de equivalent van de zakat van 2,5% die wij moeten betalen. Van wat je als bezit hebt in een heel jaar. Nou ja, daar is 10. Ja. Dus hoe gelovig waren je ouders? Kun je dat uitleggen? Twee keer op een zondag naar de kerk. Heb je dat ook maandag? Wij hadden ook vluchtelingen in huis vroeger. In Nederland. Oké. Joegoslavische vluchtelingen. Er waren moslims en die woonden dan bij ons in huis. Dat deden ze. En dat is vanuit hun christelijk ideaal. En die werden niet bekeerd of zo. Nee. Vanuit hun christelijk ideaal de barmhartige Samaritaan. En ga jij nog naar de kerk? Nee. En waarom ga je dan niet meer naar de kerk eigenlijk? Ja, daar ben ik een beetje uit. Weet je wat het is? Ik moest altijd. En ik ben niet zo streng als mijn ouders. Die zijn heel star en heel erg recht naar de letter en zo. En ik denk meer, ik heb een iets vrijer geloof, denk ik. Mijn ouders weten zeker hoe alles zit en ik weet het niet zeker. Oh, je twijfelt een beetje? Nou ja, heilige twijfel heet dat toch? Zou het ook kunnen zijn dat er niks is na de dood? Nee. Oh, dus die twijfel is er niet? Nee, dat kan bijna niet. Ik denk, kijk, wij zijn de enige soort op aarde die kan nadenken over zijn eigen dood. Daar ben je mee eens, ja, toch? Ja, zeker. Dieren kunnen dat nee, niet. Nee, nee. Dus wij zijn de enige die beseffen dat we doodgaan. Sterker nog, als je het leven ziet als een weg, dan zien wij allemaal in de verte staat ons graf. Mm-hmm. En elke dag doen we een stapje dichterbij. Dat is een feit. Ja. Toch? Tuurlijk. En we weten dat. En we worden niet massaal gek. Sterker nog, je kunt zelfs wel eens verlangen naar een vakantie volgend jaar. Van, oh, dan ga ik daar aan doen. Ik wou dat het al volgend jaar was. Terwijl je weet dat je dan eigenlijk zegt, ik wou dat ik een jaar eerder dood was. Want je bent weer een jaar eerder dichter bij de dood. Ja. En om het feit, alleen al het coole, het kille feit dat wij zo in elkaar zitten, betekent natuurlijk wel iets, denk ik. Wat betekent het dan? Nou ja, dan zal er misschien toch iets in ons zijn dat deep down beseft dat er wel iets meer moet zijn. Anders kun je toch niet verlangen naar een jaar eerder dood? Dat we voorgeprogrammeerd zijn. Dat we onbewust wel weten dat we niet, dat er iets is. Hoe zie jij het hiernaam als, Kees? Wat, als je doodgaat, wat gaat er gebeuren? Wat... Ik weet het toch niet, joh. Dat moet... Vind je eng? Nou, ik wil niet dood. Jij? Wil jij dood? Nou, de reden waarom ik niet dood wil is van, ben ik wel goed genoeg bezig? Ik vind, gewoon... ik vind het hier ook wel leuk nog. Echt? Vind jij het niet leuk? Nou, ik geniet. Ik vind de aarde ook, ik vind het, soms denk ik echt bij mezelf van, is het allemaal wel waard hoor, allemaal, weet je. Is de aarde nou echt zo leuk? Maar heb jij een leuk leven? Ik, alhamdulillah zeggen wij, weet je. Ik ben enorm blij met mijn leven en ik kan mijn ding doen. Maar als je echt gaat kijken, weet je, wat er nu allemaal op de aarde als het gedoe, verderf over de hele wereld. Ja, maar weet je wat het is? Wat? Jij kijkt te veel hierin. Ja. Dat valt wel mee in de wereld. Ja, valt wist het je dat? Ja. Armoede is de helft van 40 jaar geleden in de wereld. Ja. Er is minder terrorisme dan vroeger. Er is minder criminaliteit in Nederland. Ja. In de hele wereld, hè? Ja, ja, ja. Criminaliteit daalt. Je wordt in Nederland bijvoorbeeld niet vermoord. Dat gaat bijna niet. Nee. En iedereen denkt door die klote telefoons dat het maar de hele dag ellende is. Je krijgt allemaal complotten en het is verschrikkelijk. En iedereen vecht met elkaar en terrorisme. Er wordt mega veel geld uitgegeven. Er is heel veel. Als je kijkt naar Wilders en Baudet. Dat zijn monsters, die twee mannen. Die maken ons bang voor moslims. Ja, ja. Die maken ons bang voor allerlei dingen die er helemaal niet zijn. Ten eerste, Nederland gaat sowieso geen moslimstaat wonen. Want die 5% gaat niet die 95% overtuigen. Dat kan niet eens. Ten tweede, de enige
moslim, terroristische moslimdoden die we hebben gehad, Theo van Gogh, in 30 jaar. Ja. Terwijl er elk jaar 2 mensen doodgaan door een blikseminslag, daar hoor je niemand over. Niemand over, nee. Nee. Dus dat is 60 keer zo'n grote kans dat je door de bliksem dood wordt gemaakt. Dus, maar die populisten, die gevaren, dat vind ik echt gevaren. Ja. Wilders, Baudet, Fortuyn ook, pas op hè. Ja, ja, ja. Die maken mensen bang voor iets dat er niet is en zij geven dan de reddende hand. Terwijl je helemaal niet daarvan gered hoeft te worden. Wij hoeven niet gered te worden van de moslims in Nederland, helemaal niet. Hebben niet moslims nou zo enorm veel last van moslims in Nederland? Helemaal niet joh, helemaal nooit. Als je de gemiddelde PVV-stemmer vraagt, ja. Die is allemaal doodsbang. Vraag je, hoe vaak heb jij nou last van een moslim gehad? Ja, ik niet, maar dat zie je toch op het nieuws. Nee, is helemaal niet waar. Nee. Is gewoon niet waar. En heeft het ook mee te maken doordat jij veel reist en veel landen ziet en veel... Dat denk ik, dat je er anders in staat? Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Kees is christelijk opgevoed, gelooft in een god. Maar hoe ziet hij de geschriften, zoals bijvoorbeeld de Bijbel, in deze tijd? En hoe denkt hij over de boodschap van God, volgens zijn Bijbel althans, naar de mensheid? Ik denk dat het op een wat ander plan ligt. Ik denk eerlijk gezegd dat wij dat allemaal proberen te begrijpen en proberen te beredeneren. En dat het misschien in de Bijbel of in de Koran is uitgelegd op een manier die wij snappen. Uh-huh. Met onze eenvoudige breinen. Uh-huh. Zeker omdat het natuurlijk vrij oude geschriften zijn, dat is ook wel belangrijk. Die natuurlijk in zekere zin universeel gemaakt zijn, vooral ook voor de mensen van toen. Nu kom ik op glad ijs, ik weet het, maar ik ga er toch op. Ja, ga er maar op. Ik mag dat denken. Die dingen zijn geschreven met een zekere... dat is toch in een bepaald tijdsgevricht ontstaan, geschreven, door God gegeven, weet ik het wat, hoe je het ook wil noemen... om begrijpelijk te zijn voor die mensen. Uh-huh. Dat heb je bijvoorbeeld al bij het scheppingsverhaal. Ik weet niet of dat bij jullie hetzelfde is als bij ons. Ongeveer. Nou, in 7 dagen. Nee, dat was niet 7 dagen natuurlijk. Uh-huh. Daar geloof ik niks van. Dat heeft de wetenschap ook aangetoond dat dat niet zo is. Dat was natuurlijk een veel langer tijdpad. Dat hebben we nu ook gezien. Maar wat natuurlijk wel interessant is... als je die schepping neerlegt, dan zie je dat er eerst... Ik weet niet hoe het bij jullie is, hè? Ik zeg het even bij ons. Even heel kort, ik weet niet of als God zegt 6 of 7 dagen, ik noem maar iets hoor. Ik weet niet of God daarmee 24 uur bedoelt, hè? Dat weet ik dus niet. Nou ja, de zon ging op, de zon ging onder. Ja. Maar zo is dat altijd uitgelegd, totdat Darwin kwam en ontdekte dat het heel anders zat. Ja. Dat is gewoon een feit. Dat moet je gewoon hierbij neerleggen. Dan zou je dus kunnen zeggen, Darwin is een ketter en dat is ongelooflijk, daar mag je niet in geloven, dat is verschrikkelijk. Je kunt ook zeggen, kijk, dat scheppingsverhaal is een paar duizend jaar oud. Daar wordt in verteld eigenlijk dat eerst was er niks, toen was er water, toen was er land, toen waren de vissen. Toen gingen de vissen, toen kwamen de landdieren, toen kwamen de vogels, toen kwamen de zoogdieren, toen kwamen de mensen. Hé, hoe toevallig is het dat die volgorde precies de volgorde van evolutie is? Maar geloof jij dan echt dat we van de apen afstammen dan? Natuurlijk. Echt waar? Echt waar, geloof je dat niet? Natuurlijk niet, man. Waar zijn nu alle half apen dan? Ik geloof dat er een gezamenlijke voorouder is. Kijk. Het is heel dom, vind ik, om als religie de wetenschap te gaan tegenspreken. Dat moet je niet doen. De islam doet dat niet, hè? Nee, maar de wetenschap laat toch echt zien dat we een gezamenlijke voorouder met de apen hebben. Maar Darwin was ook maar een theorie, hè? Het is niet de waarheid, hè? Nee, maar goed. Darwin zegt zelf ook maar dat het een theorie dat is. Dat is wel de theorie die door de wetenschap steeds meer ondersteund wordt. Ja, klopt, maar hoe vaak, Kees, wordt bijvoorbeeld iets wat nu in de wetenschap ondersteund wordt, een jaar daarop is het alweer verleden tijd? Ja, maar dit is deze is wat ouder dan een jaar. En bovendien, ze kunnen tegenwoordig natuurlijk heel goed ook de ouderdom vaststellen. Ze vinden overblijfselen van onze voorouders. Die hebben in Europa. Geloof je dat er Neandertalers hebben geleefd in Europa? Ik geloof niet dat we van de apen afstammen. Dat is wel vrij cruciaal. Maar even het punt van de apen. Ja. Het punt van de apen. Waarom heb je nu die halve, tussenvariant meer? Ik bedoel, het is toch niet zo van dat er één aap tussen één aap en ons... Ik bedoel, dan moeten er nu nog constant allemaal tussenvormen rondlopen overal. Nou, kennelijk niet. Ja, maar dat haalt van mij de theorie weg, dat we van de apen afstammen. Want kijk, als mijn buurman nu een half aap, half mensen zijn, dan zou ik wel zeggen, ja, het is wel een punt. Want hij moet nog 300.000 jaar voordat hij evolueert. Maar dan zie je toch nog allerlei apen rondlopen. Je hebt de orang-outangs en chimpansees van alles. Nee, ik bedoel, die echt gewoon tussen ons is, die al een beetje kan praten en een beetje kan... Waar is die dan? Nee, die zijn weggeëvolueerd. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk. Jij gelooft ook dat we dus uiteindelijk van de vissen komen. Ja. Ja, maar dan waarom? Ja, natuurlijk, maar ik snap wat je zegt. Nee, maar waarom is er dan niet een andere visachtige?
die uiteindelijk een soort giraf is geworden, die ook een soort, die ook kan nadenken en ook gewoon werkt naar zijn werk gaat in de economie en ook gewoon een hypotheek betaalt. Waarom? Ja, maar kijk, dan kun je wel zeggen waarom niet. Ik weet het niet, maar kennelijk is het niet gebeurd. Nee, en dat bedoel ik, is dat dat kleine punt vind ik heel bijzonder. Nee. Dat kan niet. Ja, ik vind dat niet zo bijzonder. Ja, maar dat waarom, ik vind dat niet zo gek. Nee, waarom hebben wij dan alleen dat patent erop? Ja, dat is kennelijk zo gegaan. Ja. Dat zie je toch om je heen? Okay, Stefan, er waren geen openbaringen van profeten. Ja. Dan had ik misschien nog wel meegegaan in jouw verhaal. Snap je? Dus dan had ik gezegd van, nou, inderdaad. Maar omdat er in de tussentijd... Ja, maar oké, je hebt openbaringen van profeten, maar je hebt ook openbaringen in de wetenschap. Ja, ja, nee, maar die gaan samen, Kees. Die gaan prima samen. Ja, die gaan ook prima samen. Dus die openbaringen van die profeten, dat zijn wat meer filosofische verhalen. Maar je moet dat niet heel letterlijk nemen. Nee, maar... Dat moet je niet doen. Nee, het christendom heeft een trauma met wetenschap. Wij moslims niet. Ja, maar je hebt een enorm trauma met wetenschap. Je zit net te vertellen dat een mens uit een stuk stof is gekomen. Dat is niet waar. Nee. Ik bedoel, wij staan er heel open in. Nee, ik vind het niet zo. Ja, dat kan. Kees is dus christelijk, maar hij gelooft dus ook in de theorie van Darwin en dat we van de apen afstammen. Een combinatie die je niet alledaags tegenkomt. Wat Kees en ik in ieder geval wel gemeen hebben, is dat we beide in een schepper geloven van deze hele creatie waar we in leven. Ik vind het heel bijzonder, de mensen die helemaal niks geloven en die zeggen van er is geen God, dat vind ik eigenlijk spectaculairder dan wat ik geloof. Nou kijk, daar kan ik redelijk met je in meegaan. Ja? Ik denk ik ben het erover eens, dat het klinkt vrij raar, maar dat de wetenschap eerder ruimte geeft voor het bestaan van een god dan voor het niet bestaan van een god. Dit is, vind ik een mooie theorie. Ja. Die heb ik gehoord van iemand die ik wel bewonder. Ja. Emmanuel Rutte, dat is een filosoof. Mm-hmm. En die heeft het eerste filosofische godsbewijs neergelegd. Okay, door te redeneren. Okay. Daar heeft hij de New York Times mee gehaald. Zo. Die man was atheïst en die is door zijn gefilosofeerd... Ja. Uitgekomen bij het christendom. Mm-hmm. Dat vond hij de meest logische vorm. Ja, helaas voor jou. Maar prima. Goed. Beter dan niks, prima, toch? Ja. Ik wil er één elementje uittillen. En dat vind ik zo frappant. Kijk, er is een oerknal geweest. Daar is iedereen het over eens. Dat kunnen we zien. Mm-hmm. Na die oerknal, daar is het heelal uit ontstaan. Ontstaan of geschapen, maar dat is daaruit voortgekomen. Mm-hmm. Het heelal. Het heelal bestaat uit materie, ruimte en tijd. Drie dingen. Ja. Toch? Eens? Ja, zeker. Oké. Wat was er voor de oerknal? Atheïsten denken misschien een eerder heelal, wat ook weer uit een oerknal. Multiverse of zo, geloven ze toch? Maar ooit is zelfs, iedere wetenschapper is erover eens, ooit was er niks. Ja. Dat kan niet anders. De theorie is, kan er iets uit niets ontstaan? Kan dat? Nee. Ja, maar dat is wel waar je op uitkomt als je niks gelooft. Kan er iets uit niets ontstaan? Kan er uit een oerknal en daarvoor kan er een heelal ontstaan, terwijl dat niks daarvoor is. Heeft niets dat veroorzaakt. Ja. Wat is de kans dat jij morgen wakker wordt en dit staat zomaar opeens op je bureau? Wat is de kans dat uit het niets is ontstaan die nacht? Ja, dat is... En is gewoon maar een kopje, hè? Ja. Wat is de kans dat er een nieuwe Mercedes voor je deur staat? Dat die uit het niets is ontstaan? Ja, niemand gelooft dat. Oké. Deze tafel, die dadels, alles. Die camera. Dat is eigenlijk nog nooit gebeurd. Er is nog nooit in de geschiedenis, zeg maar, bekend geworden dat er iets uit niets ontstond. Wat is de kans dat er alleen maar heelallen uit het niets ontstaan dan? Ja. En verder nooit iets. Als er nooit iets uit het niets ontstaat, wat is dan de kans dat het alleen met heelallen gebeurt? Dat is waanzin. Dat is waanzin, ja. Dus dan zou je moeten zeggen, daar moet een oorsprong zitten. Je kunt jezelf niet maken. Dat kan niet. Je kan niet jezelf maken. Nee. Dat is een filosofische zekerheid. Dat kan niet. Dus dan zou dat iets wat iets heeft moeten maken, moet buiten ruimtelijk, buiten tijd en buiten materie staan. Juist. Dan kom je al redelijk in de buurt van een definitie van een god. En zo begint zijn theorie, je moet maar eens kijken, dat bouwt hij helemaal uit. En op het eind zit je gewoon in net gevangen en denk je, ja, de kans dat er geen god is, is eigenlijk nul. En ik zal je zo meteen een YouTube-link geven, dat duurt 2 uur, zit hij tegenover een atheïst en hij wint het. Kees is christelijk en ik ben moslim. Maar hoe ziet hij dit eigenlijk als we spreken in termen als de waarheid? Er is een boek, de Bijbel of de Koran. Mm-hmm. Ik ben dan meer van de Bijbel, jij bent meer van de Koran. Dat heeft met onze achtergrond te maken. Die gaat er dus inderdaad vanuit dat op enig moment de mens is geschapen. Mm-hmm. En de mens was volmaakt, toch? Ja. En op een gegeven moment ontdekte hij het verschil tussen goed en kwaad. Mm-hmm. Zag hij dat hij naakt was.
en kleedde die zich aan en werd. Dat is bij jullie denk ik een beetje hetzelfde. Volgens mij is het een beetje het Bijbelsverhaal, maar het zit in de buurt. We gaan erin mee. Ja. Het zit in de buurt. Ja. Stel je nou toch eens voor, leg dat eens neer op de wetenschap die we nu hebben. Mm-hmm. Er is een ontwikkeling geweest van een klein organisme en daar zijn inderdaad ook aapachtige uitgekomen. Allemaal nog steeds geen mensen. Mm-hmm. En op een gegeven moment is daar natuurlijk een Homo sapiens uitgekomen, mm-hmm. die door had wie die was. Die kon nadenken over zo, die kon keuzes maken en die ging kleren aantrekken. Dat is natuurlijk niet... En dat is dan Adam en Eva? Ja, dat is gewoon een metafoor, dat geloof ik. Oké, okay, en is het gewoon iets wat je zelf hebt gefilosofeerd? Of is het gewoon een beetje logisch redeneren op basis van de wetenschap. Maar is dit niet wat jij nu doet, Kees, eigenlijk gewoon... Je dwingt twee verhalen samen te gaan? Nee. Je kan ook gewoon zeggen van, nou ja, ik geloof in de Bijbel, ik geloof in God. God heeft het Adam en Eva verhaal aan ons geopenbaard. Ik geloof daarin, snap je? Is het niet iets voor jezelf in je hoofd? Dat je denkt van, nou, ik woon in een soort van tijd waar secularisme en het atheïsme de boventoon voert. Zo moet ik het combineren of zo. Ik ben ook helemaal geen strenge christen, maar ik ben zo opgevoed en ik zie gewoon... Je ziet het ook in de geschiedenis van het christendom. Ooit was de aarde ook het centrum van het heelal. Ja, dat staat in de Bijbel of in de Koran. Ja. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dat weten we nu inmiddels wel. Volgens mij staat dat niet in de Koran. Nou ja, zo zijn er wel meer dingen. Dan kun je gewoon zeggen van ja, dan kun je daar heel erg aan vasthouden. Terwijl je eigenlijk wel weet dat het niet zo is. Maar nu zie je dus inderdaad hoe de ontwikkeling van de mens... Mijn vader heeft er ook heel veel moeite mee. Maar ja, je ziet gewoon... dat wij zo zijn ontstaan. Dus ik geloof dat waar is. Dat is gewoon wetenschap. Dus jij kan die tekst niet meer rigide zien? Nee, maar dat moet je ook helemaal niet willen. Ja, moet niet zo letterlijk alles nemen, man. Ja, dat gelukkig wonen we in een land waar het wel kan. Ja, ik vind dat je gewoon... Ja, je mag alles letterlijk nemen. Ja, dat bedoel ik. Dat vind ik juist mooi. Maar ik vind, je moet het allemaal niet zo letterlijk nemen. Je moet gewoon een beetje kijken van... Kijk, dat is toen geschreven. Er zitten hele belangrijke kernen van waar dit. Alles is liefde. Stel je voor dat de islam, ja. dat Mohammed de waarheid heeft gesproken en dat het echt zo is hoe wij vertellen hoe het zit. Is het dan niet logisch dat moslims dan wel de tekst op de letter afnemen? Dus vanuit dat perspectief, stel je voor dat het de waarheid blijkt te zijn. Ja. Is het dan logisch dat je dan denkt van nou moet ik het toch wel heel, heel erg serieus gaan nemen en kan ik het risico niet nemen om het... op een andere manier te interpreteren of op een losse manier, zoals jij net zei. Ja, want wij geloven wel dat we... of we gaan naar de hel of naar de hemel. Er is geen tussenplek. Ik denk dat het allemaal wat makkelijker zit. Dat jullie te paniekerig zijn. Denk je? Ja. Ja. Het eens zijn om het oneens te zijn. Dat is ook wel eens lekker. Twee verschillende visies die met elkaar sparren... kan voor beide partijen wel eens heel verhelderend zijn. Ja, uiteindelijk als we sterven, dan weten we de waarheid met z'n allen. Ja, dan weten we nooit wakker. Weten we het nooit. Ik geloof in het. Ik geloof direct in je namens. Maar het is geloof. Het is een geloof. Maar ik geloof, ik ben er heilig van overtuigd dat als zodra we sterven, dat we erachter komen van hoe het precies zit. Dat denk ik ook. Ja. Gaan we elkaar dan nog zien, of niet? Nou ja, ik hoop het wel eigenlijk. Toch? Ja, ik hoop als ik Kees in de hemel zou kunnen tegenkomen. In jouw afdeling doen we een theetje en bij mij kom je dan een wijntje drinken. Nee, wij mogen in de hemel wel wijn drinken. Oh, dat wel? Ja, maar dat is dan niet de alcoholische wijn zoals we die hier kennen. Dat wil ik wel eens weten, daar ben ik al benieuwd naar. Ja. Dan moet jij mij eens uitleggen. Nou, waarom zijn moslims altijd zo fel op varkensvlees? En dat hebben de Joden natuurlijk ook. Ja, ja. Maar ze lopen te roken en zo, dat is allemaal veel slechter. Sterker nog, kan ik je nog erger vertellen. Heel veel moslims die lopen te gillen op varkensvlees, maar die gaan dan naar een waarzegger. Iets wat nog 100 keer zo erg is. Maar hoe kan dat varkensvlees ongeveer het allerergste haram wat je kan verzinnen? Onwetendheid. Maar een sigaretje, dat kan wel. Onwetendheid, Kees. Volledig. Want je bent er mee een sigaret slechter dan varkensvlees. Als je naar een waarzegger gaat, dus bij ons, als je gewoon echt... Dat mag bij ons ook niet. Nee, maar dan treed je zelfs uit het geloof. Ja. En zelfs dat sommigen vinden varkensvlees nog erger, terwijl varkensvlees gewoon een zonde is in ons geloof. Ja. En zelfs dat gevoelsmatige vinden ze erger. Varkensvlees eten is een zonde, het is niet goed. Maar het is minder erg dan naar waar zeggen. Veel minder erg. Kees is christelijk en ik ben moslim. Staat hij er wel eens bij stil dat we niet allebei gelijk kunnen hebben? Maar ik denk niet dat we allebei niet in de hemel komen. Oh, oké. Okay. Dat denk ik. Ja, okay, dat bedoel, want jij bent, kijk, op het moment, stel je voor, hè, dat jij, we gaan wel dieper in, hè? Natuurlijk, ja, dat is mooi toch? Het gaat echt over de religie, dit verhaal. Nou, religie, de dood, hiernamaals, ja.
Kijk, ik denk, en daar staat wel iets over in de Bijbel ook, ja? Dan vragen die discipelen ook, van wat moet er nou met mensen die dit geloof niet hebben gekend? Leiders. Bijvoorbeeld, of mensen die destijds in Afrika woonden, of in Azië. Daar moeten wij niet over oordelen. Dat is antwoord. Ja. Dus, dan word je natuurlijk, kijk, als ik in Marokko geboren was, mm-hmm. en jij was in Gorinchem geboren, zaten we misschien tegenover elkaar met een ander verhaal. Zeker. En wat kun je daaraan doen? Daarom vind ik het fijn wat de islam hierover zegt. Nou, het christendom ook hetzelfde. Oordeel maar niet, dat doet God wel. Ja, bij ons is het van als het verhaal, dus de islam, hoe die is gekomen, jou niet bereikt heeft. Mm-hmm. Dus Stefan, jij weet het gewoon niet. Je komt uit het Amazonegebied of misschien jij, Kees van de Spek, je hebt nog nooit echt gesnapt wat de islam inhoudt. Of, dan word je in het hiernamaals opnieuw getest. En hoe God dat doet, dat weten we niet. Maar luister, nou ga ik jou wat vragen. Ja, tuurlijk. Dit is een belangrijke worsteling waar ik ook geen antwoord op heb. Je hebt een gezin. Mm-hmm. Met een één-eigen tweeling. Ja. Dat kan. Ja. Waarvan de één wel een goede moslim wordt en de ander gelooft er geen zak van. Ja. Hij kan het niet. Ik kan ook niet jou dwingen om van chocolade te houden. Nee, zeker niet. Weet je, hoe word je dan beoordeeld? Heb je de boodschap echt helemaal 100% meegekregen? Ja. Dus hij heeft, maar je gelooft het gewoon niet. Als jij de boodschap 100% hebt meegekregen. Ja, maar je gelooft het niet. En je gelooft het niet. Je kan het niet geloven. Dan is wat de Koran zegt en wat de islam ons zegt, is dat je het dan in het hiernamaals lastig gaat krijgen. Maar als je het niet kan geloven, ja. Wie veroorzaakt dat jij het niet kan geloven? Nou, wat ik weet is dat Allah ons allemaal onze eigen keuze heeft gegeven. Ja. In de hele creatie. Dus de engelen, et cetera, zijn wij de mensen de enigen die kunnen kiezen. Van wil ik het wel of wil ik het niet. Ja. Dus die vrijheid heeft hij aan ons gegeven. Kijk, dat God uiteindelijk weet, want er is geen tijd bij God natuurlijk. Dus hij weet natuurlijk al hoe wij doodgaan. Dat zou God zit niet te wachten op het moment, oh, wat zal er met Kees gebeuren? Hij heeft ook tijd geschapen. Dus hij weet natuurlijk al wat er gaat gebeuren met jou en ik. Ja. Tijd is ook een... Maar dan heb je dus geen vrije wil meer. Jawel, het feit dat, kijk, hij... Als God het al weet... Ja, maar dat betekent nog niet dat ik geen vrije wil heb. Ik kies voor het slechte bijvoorbeeld. Dat God al weet waar ik voor ga kiezen, omdat hij tijd heeft geschapen. Ja, ja maar dan is wel. Nou spreek je jezelf natuurlijk een beetje tegen. Nou, als je heel logisch nadenkt, niet. Kijk, God heeft tijd geschapen. Ja. En hij heeft jou en ik geschapen. Ja. God weet alles. Ja. God weet wat ik ga doen. God kan in de toekomst kijken. Maar waar is dan mijn vrije wil? Dat ik al weet dat jij iets gaat doen, maar uiteindelijk mag jij toch echt zelf kiezen. Betekent niet dat ik jouw vrije wil heb. Jawel. Kijk. Zeg maar, je hebt twee kinderen. Yeah. Jij zegt tegen ze, jullie mogen zelf weten, jullie mogen kiezen van het koekje of broccoli. Maar ik weet al dat hij het koekje gaat kiezen. Nee, klopt. Maar dat betekent dus dat hij had wel de vrije wil. En jij als vader, jij had al het gevoel dat hij voor het koekje zou kiezen. Laat staan God. Ja, maar luister, dan heb je dus weer geen vrije wil. Ja, dus dit is een contradictie in termino die je neemt. Maar stel je voor dat die andere persoon wel voor het koekje kiest, dus hadden ze wel een vrije wil. ik heb daar een probleem mee. Kan. Ik heb daar een probleem mee, want het spreekt elkaar toch tegen. Maar het feit dat inderdaad een één-eigen tweeling een totaal verschillend pad kan kiezen, ja, in hoeverre maar kun dat je... Maar dat toont toch juist aan dat je vrije wil hebt? Ja, maar in hoeverre kun je iemand aanrekenen dat hij niet van chocola houdt? Dus jij denkt dat je intrinsiek niet kan geloven? Dat bedoel ik. Jawel, van binnenuit bedoel je. Jawel. Ja, want jij zegt de enige kan het gewoon niet geloven, bedoel je. Dat bedoel ik. Dus hij kan het intrinsiek niet. Bedoel je dat? Ja, maar, ja, dat kan, dat iemand intrinsiek niet kan geloven. Dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. Ja, ja, ja. Ja, ja dus is dat jouw schuld? Of zoals ik de islam heb meegekregen. Ja. Is dat, we hebben een fitra. Een fitra is eigenlijk gewoon iets wat in ons zit. Stel je voor, je zit in een vliegtuig en hij stort neer. Dan zeg je, oh mijn god, oh. Dan roep je een hogere kracht aan. Oh, laat dit goed gaan. Oh, laat dit... Tegen wie zeg je dat eigenlijk? Je ziet de grootste atheïst, de grootste... Op dat moment roept hij iets aan buiten zichzelf. Oh, laat dit goed gaan. Oh, en dat stukje heet bij ons een fitra. De islam zegt dat die fitra in elke mens zit. Dus in jij, in jou, in ik, in iedereen. Dus de persoon die... Nee, in Hitler zat hij niet volgens mij. Je hebt hele slechte mensen die fitra kunnen niet alleen doven. God zegt dat als jij maar lang genoeg tegen jouw fitra ingaat, dan vermorzel je dat eigenlijk. Ja, ja. Dan doof je dat helemaal, dan is het weg. Maar om terug te komen op dat intrinsieke geloven, wij geloven wel dus dat iedereen die aanleg heeft, krijg jij de boodschap,
hoe die is gekomen. Dus de eerlijke boodschap, niet een vage boodschap, iets wat niet te snappen valt, maar gewoon de islam zoals die is gekomen. En je wijst hem af, dan kan God jou het kwalijk nemen. En als jij het niet helemaal hebt begrepen, op wat voor manier dan ook, en je sterft, dan krijg je een andere test die wij niet kennen. Maar dat is tussen God wat en je persoon. Wat ingewikkeld is bij jullie, joh. Ja, ik blijf lekker aan deze kant, hoor. Vind ik relaxter. Prima. Ik lekker wijntje ook. Kees, ik wil het afronden met je. Ja, ik vond het een bijzonder gesprek. Nee, ik vond het echt een bijzonder gesprek. Ik hoop dat de kijker er ook wat aan gehad heeft, laat ik het zo zeggen. Inshallah. Dat vind ik ook altijd wel mooi. Ik wens jou nog heel veel succes met je opnames en ik hoop nog vele leuke programma's van jou te mogen zien. Ik ga mijn best doen. Is goed, dankjewel. Graag gedaan.